Hi, ik ben Noori en ik ga jou in 5 stappen laten zien hoe je je verwarmingsbuis isoleert. Je verwarmingsbuis isoleren. Waarom zou je dit überhaupt willen doen? Je wil natuurlijk niet minder warmte. Het zit zo. Met leidingenisolatie voorkom je onnodig warmteafgifte van zowel cv als warmwaterleidingen. En dit scheelt een hele hoop in stookkosten. Het heeft alleen zin om de verwarmingsbuizen te isoleren in onverwarmde ruimtes. Neem de gang of de garage. In al verwarmde ruimtes is het rendement natuurlijk een stuk lager. Wat hebben wij nodig voor deze klus? Klik hier voor een handig overzicht op de website. Ik begin met het kiezen van het juiste isolatiemateriaal. Je hebt 2 soorten buisisolatie. Eentje met en eentje zonder plakrand. Degene met plakrand is makkelijker, maar iets duurder. Degene zonder, goedkoper, maar dan moet je achteraf wel de naden goed dichttapen. Kies jij voor de buisisolatie zonder plakrand, dan heb je deze speciale buisisolatietape nodig. Ik kies voor de buisisolatie met plakrand, want dat is wel zo makkelijk. En dan kunnen we nu door naar stap 2. Zorg ervoor dat je de buizen altijd iets ruimer meet. Je wil liever iets afknippen dan dat je er iets bij moet plakken. Mocht je er nou toch iets bij moeten plakken, let er dan goed op dat je de naden goed aftapt. Let op dat er voor deze hoeken meer materiaal nodig is dan dat er in eerste instantie lijkt. Nu we de juiste hoeveelheid isolatiemateriaal hebben opgemeten, zijn we klaar om het te gaan plaatsen. Omdat ik heb gekozen voor isolatiemateriaal met plakstrip, is deze makkelijk te bevestigen. Je maakt hem iets open, drukt hem over de buis en duwt hem als het ware eroverheen. Je draait hem om en je ziet dat de plakstrip al een beetje losgaat. Je drukt hem hier aan en haalt al het overtollige plakstripje weg. En je duwt hem van boven naar beneden. Mooi aan, zodat hij mooi aansluit. Als er nog een keertje open is, kan je die dichtmaken met de isolatietape. Ik laat je ook nog even zien hoe het isolatiemateriaal wordt bevestigd zonder plakrand. Je ziet hier een naad, die maak je open. Dat kan heel simpel door je duim. Je haalt er doorheen. Het gaat heel simpel, op deze manier. Zo, klaar is Kees. En vervolgens doe je hetzelfde als bij die ander. Je plaatst hem om de buis. Je drukt hem van boven naar beneden om de buis heen, op deze manier. En je draait hem om met de naad aan de voorkant. Vervolgens pak je de buisisolatietape. Dan plak je hem op. Trek hem even naar beneden. Zorg dat je de naden goed tegen elkaar aandrukt. Voordat de tape eroverheen gaat. Zodat er geen warmte verloren gaat tussen de naden door. Zorg dat hij overal mooi aansluit. Vervolgens pak je met een stendingmesje erbij. Snij hem af. Dan is dit stukje al klaar. De hoeken. Je hebt hoekstukken, die zijn kant-en-klaar te koop in de winkel, zoals deze. Soms heb je ook T-splitsingen, zoals deze. Maar ik laat je ook even zien hoe je dit zelf kunt maken uit een rechtstuk isolatiemateriaal. Je ziet hier 2 soorten hoeken, een scherpe en een ruime hoek. De ruime hoek kan je isoleren door dit materiaal er gewoon overheen te trekken. De scherpere hoek kan je zelf maken uit een rechtstuk. Ik laat je even zien hoe dat moet. Je ziet hier aan de kant van de naad dat ik kleine veetjes eruit snij. Dat doe ik een aantal keer, niet te veel. Zo, nu zijn de partjes eruit. Ik vouw hem open. Doe hem eromheen. En zorg ervoor dat ik met de tape alle naden goed afplak. Nou, dat ziet er goed uit en we gaan nu een T-stuk maken. Een T-stuk is ook makkelijk te maken. Dat gaat als volgt. Aan de bovenkant snij je hem als het ware in een pijl. En van deze kant snij je er weer een V'tje uit. En zo kan je heel simpel die in die plaatsen. En zo heb je je eigen T-stuk gemaakt.
Ik heb nog een handige tip. Met deze tonzonnefolie verhoog je het rendement en voorkom je eventuele warmtelekken. Deze kan je om jouw buisinstallatie heen plaatsen. Wil je hier meer informatie over? Klik dan hier. Zo, de klus is geklaard en mijn huis is weer een stuk duurzamer. Kort samengevat isoleer je jouw verwarmingsbuizen in de volgende stappen. Kies als eerst het juiste isolatiemateriaal. Bereken vervolgens hoeveel je nodig hebt. Bevestig vervolgens het isolatiemateriaal om de leiding heen. Maak vervolgens zelf een hoekstukje of koop een kant en klaar. En hetzelfde geldt voor de T-stukken. Mocht je je leidingen niet zo mooi vinden, kan je ze wegwerken achter gipsplaten of ander plaatmateriaal. Wil je hier tips bij? Klik dan op deze link. Wil je nog meer klusadvies? Kijk dan onze andere video's en abonneer je op ons kanaal.